Ik heb behaarde benen. Toppers. Handig. Fijn. Top. Dit is maatverband. Eierstok, eyeliner. Het komt gewoon in scheuten. En om naar de heeft een kruis te gaan krabben in het openbaar. Is nou niet bepaald heel erg handig. Hey, mijn naam is Lieke en ik ga vandaag vragen beantwoorden over meisjes. Weer deel 2, vraagtijd deel 3 alweer. Zoals een aantal van jullie weten heb ik een serie en dat heet Vragentijd. En hierin beantwoord ik vaak met andere mensen vragen over één onderwerp. Dus denk aan TikTok, denk aan meiden, denk aan jongens, denk aan social media, denk aan van alles. En als jullie onderwerpen hebben waar ik het over moet hebben, laat ze achter in de comments. Want wie weet komt dat dan de volgende keer aan bod. Meestal stel ik alle vragen voor Vraagtijd via mijn Instagram. Dus als jij mee wilt doen de volgende keer met vragen bedenken, is dit mijn Instagram. Deze keer is het deel 2 van Vraagtijd over meiden. Vorige keer heb ik het gehad over ongesteldheid, ouders, echt van alles eigenlijk. Dus als je die wil kijken, dan... laat ik hem achter in de bio description. Doet het pijn om een tampon te dragen? XXX anoniempje. Dat ligt er heel erg aan. Wow, hoor je dat? Mijn stem is toch over? Ben ik mijn stem nu kwijt? Volgens mij ben ik serieus mijn stem aan het kwijtraken. Hallo? Hallo? Nee, oké, ik heb meer. De truc met tampons is dat je de goede maat hebt. Je hebt verschillende maten tampons. Je hebt klein, je hebt steeds iets groter. En dan staan er ook weer verschillende dingen op. Heb ik dat pas bij me? Maar je hebt in ieder geval op de verpakking van tampons staan vaak een aantal druppeltjes. Dat is hoeveel bloed ze kunnen opnemen. Of nou ja, vocht, als je het zo bekijkt. Hey! Kijk, ik heb dus altijd verschillende maten tampons in mijn tas. Gewoon als iemand het nodig heeft. En ja, ik weet niet. Heb ik gewoon. Het is altijd handig. Dus als je een keer tampons nodig hebt, kans is groot dat ik het bij me heb. Ook maatverband. Oké, dus je hebt verschillende soorten maten. Deze bijvoorbeeld. Deze is best wel klein. En deze is dan weer iets groter. Nou, best wel klein. Dit is volgens mij normaal. En dit is dan iets groter al. Ik vind deze echt al best wel. Ik weet niet. Best wel groot. Eigenlijk als ik het zo zie. Maar goed, het houdt in ieder geval in dat deze veel meer bloed op kan nemen natuurlijk dan deze. Want hij is gewoon groter. Maar dat betekent niet dat je deze per se moet gebruiken. Als je bijvoorbeeld meer bloed. Want het kan ook zijn dat het gewoon heel erg veel pijn doet. Je moet gewoon de eigen maat voor jezelf vinden. En dan kom je vanzelf achter door verschillende tampons uit te proberen. Je hebt vaak ook van OB, denk ik. Van allemaal tampon- en maatverbandmerken. Hebben ze vaak dat ze een gratis setje weggeven. Om te kijken wat jij het fijnst vindt. Welke maten best bij je passen. Wat voor maatverband jij fijnst vindt. Dus als je niet goed weet welke tampon bij jou past, kun je altijd zo'n setje bestellen. Ik weet het eigenlijk zelf ook niet goed. Ik zie het soms gewoon voorbij komen. Dan denk ik, oh, nice. En dan bestel ik gewoon zo'n pakketje. En dan is het gewoon even een nieuw merk uitproberen. Of even andere maat proberen. Weet ik veel, andere vorm van maatverband. En dat werkt eigenlijk best wel goed. Dus terugkomend op je vraag, doet het pijn om tampon te dragen? Het hoort niet pijn te doen. Het kan zijn dat de eerste keer misschien een beetje pijn doet. Maar zorg vooral dat je gewoon de goede maat tampon vindt. En als je voor de eerste keer een tampon in doet, is het veel slimmer om zo'n klein mogelijke tampon te gebruiken dan al direct een hele grote. Want daar ben je gewoon nog waarschijnlijk niet aan gewend. En ik kan het eigenlijk ook wel gewoon laten zien. Het is een beetje zonder een tampon, maar... Oké, ik ga gewoon even een tampon openmaken. En dan laat ik gewoon zien hoe het werkt. En dat dat wel goed is. Wat je doet, is je draait hem open. Dus je draait... Vaak staat er zo'n lijntje hier zo. Dan draai je hem, maakt niet zoveel uit welke kant. Nou, plastic jou je eraf. Die gooi je in de prullenbak. Nooit in de wc, gooi je altijd in de prullenbak. Ik doe hem nu in mijn tas. Dan vervolgens trek je het touwtje uit. Dit is echt gewoon een hele les. Wow. Meestal doe ik alvast dat om te kijken of het touwtje sterk genoeg is. Dat hij niet zomaar los kan breken. Gebeurt echt niet zo, geloof me. Ik ben al, dus mijn 14 ongesteld op bijna 4, 5 jaar. En ik heb nog nooit gehad dat het touwtje is geknapt. Dan maak je de achterkant maak je open, soort van. Je maakt hem iets wijder. Vaak staat er ook een gebruiksaanwijzing op. Als je tampons koopt, krijg je vaak een doosje. En dan staat er ook een gebruiksaanwijzing bij. Lees die gewoon even door. Super interessant. Ik weet dat ik het zelf veel te laat heb gedaan. Toen ik echt al een jaar ongesteld was. En toen las ik het. En toen wist ik pas dat je de achterkant moet uitvouwen. Kijk, dus hij begon net echt gewoon recht. En nu is die zo uitgevouwen dat de achterkant breder is. Dan vaak test ik nog een keer het touwtje. Gewoon voor de zekerheid. Ik weet niet. Vind ik een fijn idee. Nou, het is gewoon super sterk. Ik trek echt met heel veel kracht. Je krijgt hem gewoon niet los. That's what she said. Dat hoef je niet te doen overigens. Als je gewoon zo een beetje probeert, dan weet je het wel. En vervolgens dan, ja... Doe je hem erin. Succes! Zorg gewoon dat je hem ook diep genoeg naar binnen inbrengt. Dan staat waarschijnlijk ook een gebruiksaanwijzing. Het is gewoon heel belangrijk, want als je hem niet ver genoeg erin stopt... Dan kan het heel erg veel pijn gaan doen als je bijvoorbeeld gaat zitten. En dat spreek ik uit ervaring. Ik denk dat iedereen die tampons heeft gebruikt voor een langere tijd dat sowieso wel 1000 keer meegemaakt. Dus ja, dat is het verhaal over tampons. Hele gebruiksaanwijzing. Is het stom om ongesteld te worden? Ik denk dat je er heel erg aan moet wennen. Ik ben nu al 4 of 5 jaar ongesteld. En ik moet zeggen, ik vind het wel prima. Je went eraan. En ik heb bijvoorbeeld een app ervoor gedownload. Flow, daar heb ik in de vorige video heel veel over uitgelegd. Die houdt bij wanneer je weer ongesteld gaat worden. Wanneer je voor de laatste keer ongesteld bent geweest. En wat het kan inhouden als je bijvoorbeeld 3 dagen later ongesteld bent dan de vorige keer. En er staat gewoon allemaal informatie in. Super interessant. Dus als je echt
iets meer wil weten over ongesteldheid, download gewoon zo'n app. Is het stom om ongesteld te worden dus? Tuurlijk vind ik het stom. Ik bedoel, ja, je moet wel elke maand weer een paar dagen ergens rekening mee gaan houden. Je moet weer elke keer maandverband bij je hebben. Je moet er elke keer tampons bij hebben. Je kan het wel super stom vinden, maar het gebeurt gewoon. Ik ben heel eigenwijs. Ik wil liever niet aan de pil. Dat betekent niet dat jij niet aan de pil mag. Als je aan de pil wil, moet je gewoon heel veel onderzoek doen. Heb het erover met je ouders. En als je er gewoon volledig achter staat, gewoon de pil gaan gebruiken. Ik merk alleen bij mezelf dat ik het liever niet doe, omdat je heel veel extra hormonen in je lichaam krijgt gepompt. En ja, dat kan gewoon niet gezond zijn, om zo maar te zeggen. Dus ik kies ervoor om het niet te doen, maar dat betekent niet dat jij het ook niet hoeft te doen. Sowieso, maandverband en tampons. Wees niet bang om door de school te lopen met maandverband en tampons. De kans is heel groot dat ongeveer 50% van de school sowieso ongesteld is. Ben jij een meisje, vraagt iemand. Ja, ik ben een meisje, maar is nou niet echt een vraag. Ja, het is wel een vraag. Maar goed, ja, ik ben een meisje. Iemand zegt, ik ben vreemd gegaan en ik wil sorry zeggen, maar ik weet niet hoe. Het is niet per se een vraag over meisjes, maar het is wel gewoon een interessante vraag. Ik denk dat het allerbelangrijkste is als je vreemd bent gegaan. Bied je excuses aan, ga met elkaar praten. De kans is heel groot dat die persoon niet met je verder wil. De kans is er ook dat hij wel met je verder wil. Accepteer die keuze. Ga niet er tegen in ofzo, want je bent zelf in de fout gegaan en je moet accepteren wat die andere persoon wil. Tenzij de ander zegt, ik wil door en jij zegt, nee, wil ik niet. Ja, dan niet. Wel wil ik even duidelijk hebben, ik sta niet achter vreemd gaan. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik wil je niet judgen, dat absoluut niet. Maar het is iets waar ik zelf gewoon niet zo'n fan van ben. En ik zou het gewoon zelf niet doen. Maandverband. Wacht, ik weet het half weer. Ik weet half wat ik wilde. Ik weet het weer. Maandverband en tampons moet je verwisselen. Dat is heel belangrijk. En ik weet niet precies meer hoeveel uur het was, geloof ik. Dus elke 4 en 6 uur, gewoon of elke 4 uur of elke 6 uur, moet je je maandverband en je tampons wisselen. Dat is heel, heel, heel belangrijk, omdat als je tampons of maandverband te lang inhoudt, kan het ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld infecties krijgt naar beneden. Of dat misschien nog wel iets ergers, dat er schimmel gaat zijn. Of hoe zeg je dat? Schimmel gaat groeien, schimmel gaat komen. Dan kan je daar schimmel krijgen, dan kan je daar bacteriën krijgen die niet goed zijn. En het kan gewoon zorgen voor onder andere heel veel jeuk of bepaalde dingen. Ik ben heel erg blij dat dit me aan het begin al is verteld voordat ik ongesteld werd überhaupt. Dat het gewoon heel belangrijk was, vaak te verwisselen. Bijvoorbeeld stop je een tampon in. Zorg dan dat je, vooral aan het begin, als je nog niet zo goed weet hoe lang het ongeveer wachten is. Zorg dat je bijvoorbeeld in je notities opschrijft hoe laat je hem in hebt gedaan. En dat je bijvoorbeeld alvast weet hoe laat je weer moet verwisselen. Of zorg dat je gewoon een alarm zet. Weet je, boeien. Het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon elke zoveel tijd even blijft verwisselen. En het kan zijn dat je heel ongesteld bent en dat je sowieso na 2 uur alweer moet verwisselen. Het kan ook zijn dat je heel weinig ongesteld bent en dat je echt denkt, ja, maar ik kan net zo goed 24 uur dezelfde tampon en maandverband inhouden. Doe het niet. Zorg dat je echt regelmatig je maandverband en tampons verwisselt. Het is gewoon super, super belangrijk. En het kan er ook weer voor jou voor zorgen dat je niet naar de dokter hoeft daarvoor. En echt een gouden tip die ik eigenlijk al sinds het begin gebruik. Ik weet niet of ik dit in de vorige video heb verteld, maar dit is gewoon echt een heel grappig verhaaltje over mezelf. Ik werd voor mijn gevoel best wel gewoon heftig ongesteld. En ik was zo bang dat ik door zou lekken op de middelbare school. Dat ik er vaak voor koos om meerdere lagen maandverband of tampon in te doen. Met andere woorden, ik deed een tampon in. Ik deed maandverband in mijn onderbroek. En ik deed nog een onderbroek aan en ik deed daar ook weer maandverband in. Dit is natuurlijk wel een klein beetje overdreven. Maar dit komt gewoon omdat ik naar school moest. En ik wist van mezelf dat ik ging vergeten om naar de wc te gaan. Ik ga nou niet zeggen dat jij dit ook moet doen. 2 onderbroeken met allebei maandverband. Maar zoals ik al zei, het is gewoon heel... Niemand doet dat bijna. Volgens mij is het echt, ben ik een van de weinigen op de wereld die dat heeft gedaan. Ik weet trouwens niet of er geloven zijn waarbij je geen tampons mag gebruiken. Als dat zo is, luister dan gewoon even niet naar mijn advies over tampons. Vraag gewoon aan je ouders hoe je geloof erin staat. Ja, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Blijf bij je geloof. Zorg dat je gewoon aan regels houdt. Houden meiden van kaas of ben ik de enige? Ik weet niet hoe het zit met de rest van de meiden, maar ik vind kaas super lekker. Ik ben ongesteld en ik durf het niet tegen mijn juf te zeggen. Wat nu? Ik denk dat de belangrijkste tip niet per se is, oh, zeg het niet tegen juf. Nee, ik denk, zeg het juist tegen juf. Ik snap dat je het heel ongemakkelijk vindt. Vooral als je nog maar net ongesteld bent of als je nog best wel jong bent en de rest van je klas misschien nog niet ongesteld is. Maar wat ik je wel kan vertellen is dat het super normaal is om ongesteld te worden. Ongeveer elk meisje wordt ongesteld. Er zijn uitzonderingen. Als je bijvoorbeeld anorexia hebt, kan het zijn dat je een tijd niet ongesteld wordt. Maar in het algemeen wordt elk meisje ongesteld. En ook je juf is hoogwaarschijnlijk ongesteld. Hoe voelt het om een meisje te zijn? Ik vind het leuk. Boerenkool. Wit speel je in onderbroek. Hoe zit dat? Dus als je bijvoorbeeld ongesteld bent 1 keer in de maand. Of soms misschien net iets vaker of iets minder vaak. Zo, dan krijg je bijvoorbeeld bloed dat in je onderbroek terechtkomt. Maar als je niet ongesteld bent, is er ook een kans, en die kans is best wel groot, dat er wit spul in je onderbroek komt. Dat is hartstikke normaal. Hoe moet je je bij je miauw scheren? Ik kan je niet heel goed advies over geven, want ik ben er nog steeds niet helemaal achter. Maar ik weet dat het heel erg belangrijk is, vooral in het begin, dat je gewoon met de haarrichting meescheert. Heb je een vriendje? Ik heb geen vriendje. Nee, zo mijn keel, jongen.
Belegde. Ik ben bi, alleen ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat het belangrijkste is dat je het op je eigen moment zegt. Dat niemand je eruit gaat pushen om het te zeggen. Doe het op je eigen timing. Als jij het nog niet wil zeggen, dan zeg jij het toch niet. Wacht ermee totdat je echt zeker weet. Ik wil het nu vertellen aan die mensen. En je hoeft het niet direct aan iedereen te vertellen. Vertel het aan de mensen die je vertrouwt en voel je er goed bij. Dat is het beste advies wat ik kan geven. Kan het ook zijn dat je geen borsten krijgt als meisje? Ja, borsten bestaan er in alle maten. Heb ik in de vorige video ook gezegd. Alles is gewoon prima. Weet je, heb je geen borsten, is prima. Heb je hele grote borsten, is prima. Heb je gemiddelde borsten, is ook prima. Het is gewoon allemaal prima. Als je afvraagt waar ik ben trouwens, ik ben op dit moment op kantoor. Waar waarschijnlijk kennen jullie de achtergrond wel van andere dingen. Misschien Space of van Kortom of wat dan ook. Daar film ik nu. Is het waar dat meisjes ouder worden dan jongens? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet zeker weet. Hier staat het antwoord. Zo niet, staat er een hele leuke foto van mij. Ik heb een geheime relatie en ik kan er niet meer tegen dat ik steeds lieg. Ook tegen mijn vrienden. En wil het vertellen, maar weet niet hoe. Als je niet wil liegen, dan hoeft het niet. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat moet je doen als je doorlekt en het niet tegen de klas of meester wil vertellen? Hoef je er echt niet voor te schamen. Het allerslimste, ik heb de vorige keer gezegd, doe altijd een trui in je kluisje. Die kan je om je middel binden. Niet nadenken dat ik ook gewoon had kunnen zeggen, hey, neem een extra broek mee. Stop een extra broek en een extra trui in je kluisje. Een extra onderbroek kan ook altijd super handig zijn. En desnoods doe je gewoon je gymbroek aan of wat dan ook. Zorg dat je in je kluisje, als je een kluisje hebt in ieder geval, dat je er altijd extra maandverband in hebt liggen. Altijd extra tampons in hebt liggen. Ik denk dat dit alle vragen van deze keer worden, want ik heb echt 3 kwartier opgenomen. Als je deze video leuk vond, weet je wat je moet doen. En ik heb geen zin in dat gezeik, dus dat hele abonneer en zo. Doe het als je er zin in hebt. Als je er geen zin in hebt, doe het lekker niet. Tot edit, Lieke!